Waarom mag ik die mensen hier de waarheid niet weten? Dan mag je niet meer zeggen wat je wil. Op het moment dat je gezegd wat je wil, dan word je voor 12, 13, 14 uur in een bus opgesloten. Wij zagen op de redactie wat beelden binnenkomen van demonstranten die hier rondom het Binnenhof aan het demonstreren zijn tegen de spoedwet, tegen het beleid wat met corona te maken heeft, en dit liep uit op rellen. En dus dachten wij, wij gaan daarheen en nemen even polshoogte. Kunt u vertellen wat u hier precies deed? Ik sta hier voor mijn vrijheid. Oké. Tegen de spoedwet. Ja. Want de spoedwet is één dictatuur en anders niks. Wat is er net gebeurd? Wij staan hier met een groepje mensen voor de Tweede Kamer in Den Haag, op het plein. Aan het demonstreren? Nou, wij zijn niet aan het demonstreren. Okay. Demonstreren, dat kan natuurlijk niet, hè, met de huidige coronamaatregelen. Dan moet je je wel aan de afstanden houden. Ja. Maar wij willen toch wel onze stem laten horen aan de Tweede Kamer. En gezien wij als groep ervan overtuigd zijn dat wij niet echt meer vertegenwoordigd worden als volk, dus wij leven niet echt meer in een democratie, willen we op deze manier met de politiek in gesprek. Ik denk dat er een kleine 250 man stonden. Okay. En op een gegeven moment kijk ik achter me, hoor ik een hoop geschreeuw. Stopt er een politiebusje en dan komen er een aantal van die doorgesnoven politieagenten uit in burger. En die gooien twee mensen op de grond. Ik heb niet het idee dat de politie doorgesnoven zal zijn. Nou, het waren doorgesnoven. Het zijn hooligans. En die worden rustig, ingehuurd. Rustig. Die worden ingehuurd door de politie om rellen uit te lokken. En wat er dan gebeurt, een aantal mensen binnen de groep, die stormen erop af. Het zijn niet eens politieagenten, want ze worden ingehuurd. Dat zijn gewoon doorgesnoven hooligans. Ik zag ook een filmpje voorbij komen, misschien hebben jullie dat ook gezien of misschien helemaal niet gezien, waarbij er gewoon 3 of 4 agenten echt in de hoek worden gedreven. Ja, door en die wouden mensen. We helpen en toen kregen we slaag. Omdat wij die agenten wouden helpen, omdat ze in het nauw gedreven werden, kregen wij slaag. Keuren jullie dat af, dat gedrag? Van de politie? Nee, de agenten die in de hoek werden gedreven. Ik vond dat er vrij intimiderend uitzien. Ja, maar doen ze bij ons? Ze drijven ons bij 100 agenten in de hoek. Beginnen ik te hoor slaan. Wat je zegt. Ik hoor wat je liefdevolle mediterende mensen. Alles wat van het RIVM is, wordt geloofd. En als er een andere arts opstaat, die poetsen we weg. Waarom mag ik die mensen hier de waarheid niet weten? Hmm. Want ze werken met een duistere agenda. Okay. Of is het zo dat ze ook kunnen natuurlijk, hè? Dat ze het allemaal ook nog niet helemaal weten. Corona is nieuw natuurlijk. Zij moeten ook met als, 40, 50 procent van de kennis handelen. Ik geef jou gelijk, het is nieuw. En als zij niet weten wat het virus doet, hoe kun je dan deze maatregelen opleggen? Nou, we weten inmiddels toch wel, de ziekenhuizen lagen wel aardig vol. De IC's, dat weten we wel. Wie zegt dat? Wie zegt dat? Heb jij er bewijzen van? Maar ik heb het gezien. Ja, ik heb het ook gezien. Ja. Dat zeg ik hetzelfde als jou, heb ik het ook gezien. De IC's lagen vol, toch? Nee. Die lagen niet vol. Wat vindt u van alles wat hier zich plaatsvindt hier in Den Haag en de demonstratie? Ja, ik vind het echt schandalig. Het is gewoon Den Haag niet meer. Ik sta er gewoon van te kijken. Ja, voor mij zijn het gewoon mensen die gewoon doorgeslagen zijn. En ze weten helemaal niet meer waar ze het over hebben. Het lijkt of ze allemaal virologen zijn en medici, et cetera. Het is voor mij onvoorstelbaar dat dit kan gebeuren. Want het is wel degelijk een ernstig virus. Ja. Het is een nieuw virus, het is corona. Als minister-president Rutte niet had opgetreden, dan waren we nu al lang naar de knoppen geweest, denk ik. Ik vind het volkomen idioot, tot dat mag en tot dat kan. En om het Binnenhof heen. Weg met die mensen. Je bent een volksvertegenwoordiger. Dan kun je alle ervaringsdeskundigen van alle vakgebieden kun je vragen. Die kun je betalen en die komen dan hun advies geven. Maar sommige dingen zijn nieuw en niet te verklaren, zoals een coronavirus. Nee, dat laten zij ons denken. Sommige dingen zijn niet nieuw, ze weten zoveel. Ze kunnen naar de maan toch, zogenaamd. Dus, dus dan kunnen ze ook een virusje wel verklaren en preventief. Dus u zegt, Rutte houdt allerlei dingen achter. Ja? Nederland begint op Duitsland 1940 te lijken. En dat is het enige wat ik nog te zeggen heb. Oké. Okay. Ik bedoel, je mag krijg je dat gevoel echt? Ja, want je mag je niet meer zeggen wat je wil. Op het moment dat je gezegd wat je wil, dan word je voor 12, 13, 14 uur in een bus opgesloten. Hoe denk je dat mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt naar dit luisteren? Want dit kan je toch niet vergelijken met als die periode? Als mijn oma hier nu zou staan,
die zelf in een jappenkamp heeft gezeten. Ze zou zich doodschamen voor het kabinet wat hier is. Jongens, dit was de video. Politie Hagelanden laat ondertussen weten op Twitter. Wij hebben opgetreden omdat meerdere demonstranten zich provocerend en agressief richting agenten gedroegen. Agenten zijn belaagd, één collega is gewond geraakt. We zijn nog steeds in het centrum van Den Haag aanwezig om de rust terug te laten keren. Dit was hem. Hoi.